Dan een dramatisch begin van het skiseizoen. Twee Nederlandse skiers zijn om het leven gekomen door een lawine in de Oostenrijkse Alpen. De twee mannen van 33 en 39 jaar skieden vanmiddag buiten de piste. Veel Nederlanders zijn in het gebied van Zulde getuigen van de zoektocht naar de bedolven wintersporters. Er waren daar heel veel mensen bezig met pijlstokken. Ik heb zelf in ieder geval een hond gezien, er zullen wel meerdere honden zijn geweest. Ja, dan weet je al wat er aan de hand is. Daar wordt gezocht naar mensen. Hulpdiensten lokaliseren de twee mannen snel, maar de redding komt te laat. Een van de mannen heeft nog wel zijn lawine-airbag weten te activeren, tevergeefs. Volgens Erik Kromhout zijn de omstandigheden dit weekend erg verraderlijk. Ik denk dat er zo'n beetje 40 centimeter aan nieuwe sneeuw is gevallen. En daaronder, ja, het is een gletsjer, dat is gewoon ijs. En als jij de volgende dag zeg maar daar naar beneden gaat, ja, dan is die sneeuw, ja, die ligt eigenlijk nog een beetje los op het ijs. Ja, en dan kunnen de omstandigheden zijn dat het dus gaat schuiven. Het is de opening van het wintersportseizoen in Zulden. Traditioneel zijn daar veel Nederlanders bij. Wij hebben een groepsapp, ja, en die ging echt de hele dag eigenlijk af. We hebben afgelopen twee avonden hebben we een behoorlijke atraski gehad hier. Maar dat hebben wij vanavond in ieder geval wat rustiger gedaan. Van de feeststemming is nou niet echt sprake. En ja, helaas, wat ik nu ga zeggen, dat is ook gewoon realiteit. Het zal absoluut niet het laatste ongeluk zijn wat deze winter gaan meemaken. Ja, dit soort ongelukken, die gebeuren.